iedereen, leuk jullie kijken naar al deze keer. Vandaag gaan we verder met al die fanmail. Nee, dit is mijn tas. Doei, mijn fanmail. Welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van al die fanmail. Vandaag gaan we weer lekker fanmail uitpakken, brieven uitpakken. Roy zit met de brief te kloten. Ik ga Roy nu. Hey! Ik ga Roy nu. Feestje! Welkom bij Olly's Fanmail. In deze serie gaan wij bij elke aflevering gaan we jullie fanmail openmaken. Wat je in het onderstaande adres kan sturen als je dat ook natuurlijk wil doen. En we gaan lekker beginnen. En ik ga lekker beginnen. En hij is al open. Nou, boven gaan onze sneltrein, joh. Sneltrein vaak. We gaan kleuren. Schrijven. Zeg ik nou, we gaan kleuren. Ik bedoel, we gaan een handtekening terugsturen naar Nikia. En we hebben een mooie kaart van een paard. Oh jee, wat cute. En er staat op. Hoi Bo, ik wil jou wat vertellen. Ik vind jouw Sims-serie heel leuk en je haar met het blonde bij je puntje. En ik wil jou ook nog wat vragen. Nou, Nikia, je hebt een vraag gesteld, maar die ga ik even niet beantwoorden. Maar dankjewel voor je mooie paardenkaart. En... mooi paardenkaart. En die krijgt een dikke knuffel. Die krijgt een dikke knuffel. Hoi Roy, ik wil je eerst wat vragen en vertellen. Ten eerste, ik vind je soms heel dom. Wel heel dom, maar heel grappig. En door jou doe ik telkens een badass rondje. En wil je... Heavy Rain vaker of langer uploaden? Nou, Heavy Rain is al voorbij, dus dat hebben we ook gelijk gedaan. En de laatste aflevering was natuurlijk 50 minuten. En we gaan nu door naar de laatste. Is het gewoon een brief? Ja, hè? Beste Bo en Roy, ik ben het Nikia Boom. Kennen jullie me nog? Ik had de brief waarbij jullie mijn postzegel kwijt waren. Oh, dat zou best wel eens kunnen. Ik wil jullie nog wat vragen. Willen jullie nog een keer jullie handtekening sturen? Waarom? Ik ben hem per ongeluk kwijtgeraakt. Oh. Oh, no. Om het goed te maken heb ik 2 aparte brieven voor jullie. En een versierd kaartje. En omdat jullie altijd jullie handtekening geven, ik nu mijn handtekening. Yay! Nou jongens, we hebben de handtekening van Nikia. Oh my god, Bo. Een plekje zoeken. Waar is mijn plekje? Daar. Ja, daar zo. Ja, Nikia, je hangt aan de bovenmuur. Nee, grapje. Dankjewel. Hey, Nikia, dankjewel voor het fanmail. En we gaan door naar de volgende brief. En wat is dit? Bo. Plakband! Plakband! Okay. Hoi! Hey. Wel mooi, makkelijk hoor. Nou, kijk dan. Oké, jongens, zo! Kijk eens! Oh jee! Hallo Bo en Roy, ik ben 9 jaar en ik kom uit Enkhuizen en ik ben blij dat jullie fan wil doen. Roy, ik vind Beyond heel eng, maar ik kijk het even goed en ik kijk altijd jullie filmpjes. En altijd vind ik ze leuk, eng of grappig. Roy, wil je misschien weer eerst karaoke party doen? Want ik vind dat je heel goed kan zingen. LOL, nou dat heb ik laatst nog gedaan. Wanneer is de dag dat ik jullie kan zien? Wil je dan even zeggen, want ik wil daar heel graag heen. Nou, we hebben pas een ATG fanmeeting gehad en misschien ben je er geweest, dat weet ik niet. Nou, dan weet ik niet, dan zie je dit weer terug. Ja. De leukste series vind ik The Hunger Games, Party Games, Lulusjes en Karaoke Party, maar dat is geen serie. Het leukste aan Roy vind ik zijn grapjes en aan Bohaar, uiterlijk en adios amigos van Maddie. Nou, Maddie. Kort maar krachtig, maar wel een leuke fanmail van Maddie. En precies. En een plakband. Ik ga je mond even dicht plakken. Wat? Wat? Jongens, Maddie, dankjewel. En dan gaan we nu door naar de volgende brief. En weet je, wij zeggen bij elke fanmail... En we gaan door naar de volgende brief. En dan bij de laatste brief. En we gaan naar de laatste brief. Zo, een cadeautje. Maak voorzichtig open. Maak voorzichtig open. Oké, ik ga het voorzichtig doen, terwijl Bo het voor gaat lezen. Ik moet voorzichtig openen. Hola Bo en Roy, jullie video's zijn awesome. Ik vind de Sims-serie het leukst. Jullie doen ook altijd lekker gek. Ik wilde alleen even laten weten dat jullie superleuk zijn. Oh. X van Jul. Nou, Jul, dankjewel. Ik krijg het niet op. Ik weet niet wat daarin zit. Oh, er zitten kristalletjes in. Echt waar? Zijn het kristalletjes? Ja. Oh, wat mooi. Het is heel klein en waarschijnlijk zie je het niet. Heel piepjes klein. Ik doe het voorzichtig terug in het zakje. Ja. Hey, dit is een soort meteoriet, toch? Nou, wel mooi. Hé, hey, dankjewel, Jul. En nu gaan we het standaard zinnetje zeggen, wat we altijd zeggen. En we gaan door naar de volgende brief. En ik weet niet van wie die is. Dat gaan we nu zien! Oké, okay, there we go. Oh, die tekening. Ja, die gaat naar mijn muur. Oh my goodness, die is best mooi. Oh, die is wel leuk. Die is zo leuk gedaan. We hebben geen gezicht, maar hij is wel leuk. Dat is zo artistiek, hè? Laat me even goed zien in de webcam. Ja, dat is heel artistiek. Dat is zo artistiek. Wauw, ja. Oké, komt ie hoor. Hey Bo en Roy, vanaf het moment dat jullie fanmail gingen doen, wilde ik meteen al wat sturen. Ik ben alleen niet zo heel creatief. Nou, pardon, ga jij eens heel snel het woord terughalen. Wat? I don't know. Grap. Ik spuug op de brief. Okay. Oh, sorry. Dus het heeft eventjes wat langer moeten duren. Ik kan niet super tekenen. Zo zie je ook dat Boos hand echt mislukt is. En dat jullie geen gezicht hebben in de prachtige kunst.
van mij, want met gezicht leek jullie echt gehandicapt of zo. Nou, dat is niet echt een aardig iets dat je zoiets zegt. Dat moet je ook niet zo, nog voortaan zeggen, dus beloof ons dat je niet meer met gehandicapt scheldt, oké? Okay? Hopelijk vinden jullie toch een leuke tekening en een fijne dag verder. Vrede! Adios, biachos! PS, Roy, ik ben verliefd op je haar. Op je haar, maar mag ik ermee trouwen? XX Manon. Nou, Manon, helaas is mijn haar al getrouwd met mijn douche. Want die hebben elke ochtend even gezellig een praatje. Wat? Ik weet niet meer van wat ik zit te lukken. Ik ook niet. Manon, bedankt voor de mooie tekening inderdaad. En de penmail. Nou, dan gaan we verder met de volgende brief. Het kom maar hoor. Kom maar. En dat is één bot. En dan gaan we nu blij lezen. Zo, kijk eens. Bo en Roy. Hey Bo en Roy. Ik ben Demi en ben jullie allergrootste fan. Ik hoop dat ik in de fandom kom. Bo en Roy, ik vind jullie het grappigste kanaal die bestaat. Daarom ben ik ook al een jaar geabonneerd. Ook zou ik graag een van jullie willen ontmoeten of willen meedoen in de video. Deze envelop heb ik zelf gemaakt. Zo hé! Van Demi. Nou Demi, dankjewel hoor, als je ons graag een keer wil ontmoeten. Misschien heb je ons gezien op de fanmeeting. Misschien wel, het. Of niet, maar ja. Op de YouTube-kennering, misschien kan dat ook nog. Dat kan ook nog, want misschien was het al een hele hoop brief. Hey Demi, dankjewel. Ja. En dan gaan we door naar de volgende brief. Ik heb hem al gelijk uitgepakt en het is weer mooi getekend, jongens. Het oude logo, want we hebben nu een nieuwe natuurlijk. Ja. Maar dat maakt niet uit, want deze brieven zijn een beetje oud, maar dat geeft natuurlijk niet. Bo en Roy, All These Games, komt u hoor. Beste All These Games, ik kijk jullie video's al vanaf het begin. Begin af aan. Ik vind ook dat jullie het leukste kanaal zijn. Ik zou het fantastisch vinden als jullie, Bo en Roy, een handtekening naar mij opsturen. Want dat is echt van mijn dromen. Ik heb ook daarom een papiertje erin en in de envelop gedaan. Jullie zijn de beste. En volgens mij heet je Luc, want ik kan het niet heel erg goed lezen, maar dat geeft natuurlijk niet. En wat wel jammer is, is dat je er geen envelop hebt bij gedaan. Want we kunnen niet dezelfde envelop nog een keer gebruiken, toch? Nee, want er staat adres op en een andere postzegel. Ja, nee, dat kan niet werken. Dus probeer even een nieuwe fanmail te sturen met envelop erbij. Oh, misschien heeft hij het al gedaan, want het is misschien een hele oude brief dit. Ja, dat kan. Oeps. Maar ja, dat moet u dus ook even voor de andere mensen die kijken, onthoud dat. Vergeet geen envelop. Postzegel zit er wel bij, adres ook, maar de envelop, dat ontbreekt alleen. Nou, sorry Luc, maar toch bedankt voor je fanmail. Ja, en dan gaan we naar de volgende brief. Zoals altijd. Zo, dat is snel. En hier hebben we het logo, jongens. Het logo. Hier staat Bo. Met een wing. Hier staat I Love ATG. En hier staat I Love ATG. Kijk eens hoeveel briefjes. En hier zal Roy staan. Als hier Roy staat, jongens, ik krijg 10 punten van... Gryffindor. 1, 2, 3. Roy. En de brief. Zo. En er staat een envelop bij. Oké, nice. Hey Roy en Bo, ik ben jullie grootste fan. Elke week kijk ik ATG. Het is een gewoonte geworden. Mijn nichtje van 10 kijkt ook. Mijn nichtje van 10, bijna 11, kijkt ook elke dag naar ATG. Vooral oude afleveringen zoals Amnesia of Outlast, het eerste deel. Willen jullie handtekening op de 4 briefjes schrijven voor mij en 2 voor mijn nichtje? Ik wil haar verrassen, want over 1 maand wordt ze 11. Nou, misschien is ze al 11 geworden. Anders gefeliciteerd alvast. Of ja, toch. alvast bedankt, ik hou van jullie. PS, ik was een van de 25 subs. Groetjes van Cheyenne, 13 jaar uit Utrecht. Zo! Nou, Cheyenne, dankjewel voor je fanmail. Adres zit volgens mij in de envelop verstopt. We moeten even erop schrijven. Anders heb je een probleem. Hey, dankjewel. En ook voor je nichtje nog gefeliciteerd. Ja. Happy birthday, doe joe. En we gaan door naar de laatste brief. Nou, dat is de laatste brief. Oh, godzie. Met de laatste brief al aangekomen. Komt-ie hoor. Nou, er zit weer van alles in. En ik zie een hele mooie tekening. Ik zie het toch weer gebeuren. All These Games. En op de achterkant staat... Hello Roy, getekend. Sorry Bo, ik kan je skin niet tekenen. Nou... Misschien heeft iemand anders wel ooit je skin weer eens getekend. Hallo, Bo en Roy. Ik ben Fabian en ik ben 9 jaar en ik ben jullie allergrootste fan. Jullie zijn zo leuk en Roy met zijn grappig haar en Bo met haar... Nee! Hoe lang bestaan jullie al eigenlijk? En ik bedoel jullie kanaal. We hebben All These Games nu 1,5 jaar en in januari hebben wij het kanaal. 2 jaar. Nee, 29 december. Ja, Roy doet er niet zo bij de hand. We begonnen in januari. Nou, sorry hoor. Het kanaal is geboren op 29 december 2012. Toch langer dan een half jaar. Maar maakt niet uit. Ja, oké, maakt niet uit. Groetjes van Fabian uit Kampen. Nou, Fabian, bedankt voor jouw brief. En voor jouw tekening van Roy. En niet van mij. Oh, nee. Maar dankjewel voor je. Geen niks, dankjewel. Nou jongens, dit was weer de Allies Fanmail voor deze keer. En als je nou een fanmail wil sturen en in onze mooie tas wil komen, dan kan jij een fanmail sturen naar het adres in de beschrijving. Doe ik even een duimpje omhoog voor deze fanmail. En als je het nog leuker vond... Doe het dan nog steeds! Oh my lord.
Oh, ik schrok zo. Dat was de camera. Holy shit. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei.